Welkom bij Tiel aan tafel. We gaan het hebben over Jazzy Tiel, want de 10e editie komt eraan. En dat is natuurlijk heel bijzonder. Simone de Boer, jij bent vanaf dag 1 betrokken bij dit evenement. Ja, klopt. En toch eventjes terug in de tijd, 10 jaar geleden. Hoe is Jazzy Tiel ooit ontstaan? Dat is ontstaan bij ons thuis aan de keukentafel met een aantal Tielse muzikanten waar wij een soort van muziekles van kregen. Maar die muziekles duurde altijd maar heel even en daar gingen we gewoon heel erg leuk praten over muziek en festivals en nou ja, van alles nog wat. En toen kwamen we er eigenlijk op dat er iets ontbrak in Tiel, in de zin van een soort van jazzmuziek. We hadden wel een jazzfestival, maar dat was heel erg gericht op Dixieland, terwijl jazz gewoon veel breder is dan alleen maar Dixieland. Dus toen zijn we eigenlijk in samenwerking met hun hebben we de eerste een nachtclub georganiseerd in 22 samen met toen kregen we Karel Zwart, de muziekschooldirecteur, die kregen we zover dat hij zijn medewerking verleende. Dat hij zeg maar de 22 vrijgaf en ons een soort borg gaf om het te kunnen doen. En dat hebben we gered. Het was echt leuk en het was goed en goed georganiseerd. En ja, uiteindelijk zijn we nu in de Achniethof daarmee beland. Ja, dus in al die jaren is het gewoon uitgegroeid. Allemaal kroegen en restaurants gingen meedoen. Nou, van alles, de bayadier op de kerkklok, die zat nog jazzdeuntjes mee te spelen. Dus ja, uiteindelijk sloot heel veel aan. En het zijn is we uiteindelijk, enorm, ja, enorm succesvol geworden. En ja, nu dus de 10e, ja, 10e editie. Weer, ja, ja. En wat gaat er dit jaar gebeuren? Want er is wel het een en ander veranderd. Ja, hè? Klopt. Nou, we hadden voorheen dan hadden we dus de nachtclub. De meeste mensen kennen het wel, ook vaste bezoekers. Maar na 10 jaar hadden we zoiets van, nou, het is tijd voor verandering. Het is toch, verandering kan nooit verkeerd zijn. Dus laten we eens een keer het over een andere boeg gooien. Dus die nachtclub hebben we nu niet meer. We hebben nu de Nacht van Jazzy Tiel. Dat is een beetje in de trant van vroeger de Nacht van Tiel. Misschien kennen mensen dat nog wel. Dus dan is het in de Schouwburg de Achniethof op verschillende locaties. Dus in de foyer of in de kelder. Of willen we in de gewoon zalen. In de zalen willen we gewoon de hele Achniethof gaan gebruiken voor optredens. Er is een soort eetmarkt, dus er kan lekker gegeten worden. We hebben goede wijnen weer. Maar gewoon dat mensen kunnen lopen, walking concert zeg maar. Dus niet walking meer aan de tafel concert zitten en de hele avond alles beleven. Maar gewoon dat ze van zaal naar zaal kunnen gaan. Als ze even geen zin hebben, gaan ze gewoon even ergens anders zitten. Er kan gedanst worden, weet je wel. Gewoon dat het echt voor iedereen. Dus en op al die plekken staan dan muzikanten te spelen. Ja, muzikanten. We hebben ook een hele mooie act. Dat is Nienke Laverman. Dat is een Friese vaderzangeres. Dat is een theateract. Dus dat is muziek. De Friese Fago. Ja, zij zingt in haar eigen. Zij komt uit Friesland. Zij zingt in haar eigen moederstaal, zeg maar. En zij heeft een theatershow, dus het is muziek en theater. Ze heeft gewoon een hele mooi decor heeft ze erachter staan. Dus dat gaat heel bijzonder worden. Het is ook het enige concert op die avond waar je moet zitten, zeg maar. De rest is gewoon, want ik zeg dan walking concert. Behalve dat concert. Dat is dan het enige plekje waar je niet kan lopen. Nee, ja, dan moet je echt gaan zitten. En ja, dat wordt echt heel bijzonder. Dus dat is eigenlijk wel een hele bijzondere act. Ik wil mensen ook gewoon laten zien van, goh, dit, heel veel mensen kennen het nog niet. Maar dat het dan wel even een keer wat anders is. En daarnaast daar tegenover hebben we Soeko 103, dus dat is weer enorme. Dat is een swingende, dampende Braziliaanse electric jazz, dus dat gaat gewoon heel erg swingen. Dus het is, ja, gaat, we willen mensen gewoon een soort diversiteit die avond geven. Entertainment, muziek en er komen ook nog wat leuke acts tussendoor die intermezzo's verzorgen. Deze avond is op 5 november. Ja, zaterdag 5 november en die begint rond 7:30 en ja, tot nou, uur 1 denk ik. Mensen kunnen ook vooraf reserveren om wat te eten, dus dan heb je een heel avondvullend programma. Dat kan allemaal geregeld worden, dus ja, echt een heel avondvullend programma. Ja, ja. Oké. Okay. Maar we hebben natuurlijk 10 jaar Jazzy Tiel achter de rug en we gaan even kijken naar ja, hoe dat er dan eigenlijk uitziet.
Wat is jazz? Ik zocht het maar eens op. Ik googelde het internet, de eerste hit voorop. En dat was Wikipedia en daar werd mij bekend. In principe is jazz de muziek van het moment. Muziek van het moment. Wat is dat eigenlijk? Toen ik het ging googelen, werd het wat pijnlijk. De eerste hit die Google vertoonde was René Froger met This is the Moment. Natuurlijk, daar kan Google zelf ook niet veel aan helpen. Het is maar een computer die volkomen oversteld wordt met tonnen informatie aan datastreams en bytes. Ik snap het wel dat Google soms je vraag niet goed begrijpt. Want René Froger, het is een aardige gozer. Hij is ook vast heel lief voor zijn opa en oma, voor minder bedeelde en woonwagenbewoners. Maar dat is niet waar jazz om gaat. Jazz gaat om de noodzaak. De noten spelen die je moet. Hij staat niet op papier, maar desondanks toch voelt hij goed. Jazz gaat om het ritme en het wisselen daarvan. Drummen in een maat die er eigenlijk niet kan. Jazz is een bevlieging van een ongekend talent. Misschien dat dat bedoeld werd met muziek van het moment. De oude trouwe meester van de jazz, die zei het zo. Man, if you have to ask what jazz is, you'll never know. Dank u wel. I tell you, carry many weirdos around. In my head sits the junkie making some funky sounds. In my nymphos, host and clowns with smile. When I jump from town to town, in meinem Bauch sitzt eine dicke Hure und sie trinkt mein blaues Blut. Wir spielen zwar keine Banditen, Blockflöte unter meinem Hut. So, if this show isn't enough for you, you can visit me physically too. Come into my ear or some other opening. Have a drink. Everybody happy! Come on, you can clap your hands, everybody, come on! What the answer say they slipping us at you. This one called people, people. Nou ja, goed, een geweldige indruk. En dit jaar gaat het gewoon weer gebeuren. 5 november is die bijzondere avond in Agnietenhof, ja. Maar de week begint eerder, nou, Jazzy Teal. Ja, Jazzy Teal begint op 29 oktober met ook een voorstelling in de Agnietenhof. En dat gaat deze keer, vorig jaar hadden we een voorstelling van de hele bekende Nederlandse jazzmuzikant over Miles Davis. En nu gaat het over Louis Armstrong. Dat heet ook Louis, What a Wonderful World. En ja, dat gaat over het leven van Louis Armstrong. En dan brengen ze dat met beelden en verhalen. Brengen ze zeg maar zijn, is ook meer team, zijn leven een beetje... Dan? Ja, het is muziek, het is heel veel muziek. Maar ondertussen met beeld en een verhaaltje tussendoor wordt het echt tot leven gebracht, zijn leven. En er is ook een inleiding vooraf over het leven van Louis. En dan kun je gewoon als bezoeker zeg maar vooraf al naartoe. En dan kan je dus een soort interactie, kan je vragen stellen als bezoeker. Kan je praten met die muzikanten zeg maar. Die zitten dan op het podium en dan kan je ze gewoon... Oh, wat bijzonder. Ja, dat is heel leuk, ja. Ja, dus daar begint het eigenlijk mee. En dan, ja, dan gaan we naar 5 november, de Nacht van Jazzy Teal. Ja, en vanaf dan zeg maar gaat het ook gebeuren in de kroegen en in de restaurants. En hebben we ook nog eens een keer Artie Teal ernaast, maar daar zal ik verder niet over uitweiden. Ik ga het dan nu over Jazzy Teal. En dan... Wat gaat er gebeuren in die horecagelegenheden? Nou, we hebben Johnny Rosenberg bijvoorbeeld in de buurvrouw. Die heeft altijd een soort van eten met muziek. Dus dan kan je 4 gangen een minuutje eten en dan komt het Rosenberg... Niet het Rosenberg trio, want dat is dan... Snel de indruk. Ja, het is wel familie. Ja. Het is absoluut de hele familie. Het is een hele muzikale familie. En Johnny Rosenberg is dan weer bekend van Voice of Holland. Dus die mensen kennen hem ook echt. Nou, zo heb je diverse kroegen die meedoen. De Beurs doet mee. Die heeft ook op 19 november een avondvullend programma met 3 verschillende bandjes. En die gooit zijn restaurant Olijf, zeg maar, dan ja, een soort van dicht, omdat daar een podium is. Oh, echt?
En dan zijn er drie beentjes op drie verschillende locaties in de beurs en een olijf. En dan verzorgt hij hapjes en drankjes, dus ook ja, heel ook divers. Volledig verzorgd. Ja, dus dat is wel heel grappig. Nou ja, dan heb je nog een aantal cafés zoals Wendela en Van Geffen. Ja, dat zijn de kleine kroegjes waar je gewoon lekker naartoe kan gaan en wat drinken en leuke live muziek kan beleven. Dus, ja, en hoe werkt dat nou? Hoe selecteer je die bands? Hoe kom je erachter wie er allemaal zijn? Hoe gaat zoiets? Ja, weet je, als je gewoon een beetje in die wereld zit dan, en je staat overal op internet dat je programmeur bent van een festival. Ja, dan dienen mensen zich aan en... We hebben wel zoiets van, nou weet je, als je als kroeg meedoet, moet je wel gewoon zelf bepalen wat je wil hebben. Moet het wel in trant van jazzy zijn, dus het kan blues zijn, kan soul zijn, kan funk zijn. Het valt allemaal onder ja, die Ja, kijk naar North Sea Jazz, weet je, daar staat ook niet alleen maar moeilijke jazz te spelen, dus het kan alle kanten op. Want het moet voor hun ook aantrekkelijk zijn om die avond een bandje neer te zetten, weet je. Ik kan wel zeggen van ja, maar dat wil ik niet, jij moet dat en dat programmeren. Het moet passen bij hun publiek, maar je wil ook dat er een klein beetje nieuw publiek aangeboord wordt, dus het is een beetje een combi. Maar ik laat hun daar vrij in wat zij willen doen, want ik ga daar niet opleggen. Dus ze vinden het sowieso al heel leuk om mee te doen en we maken een heel mooi magazine. En we hadden gewoon voorheen altijd een A5 boekje, maar omdat we nu 10 jaar bestaan, gaan we een A4 magazine maken. Gewoon iets extra's. Beetje meer glossy. Ja, een beetje meer glossy, een beetje luxe en een beetje een soort jazzism, hè, dat jazzblad wat elke kwartaal wordt uitgebracht. Ja, en zo vinden dat is gewoon leuk. En het begint ook een beetje te leven. Ook, we hebben ook Café Flipje. Daar staan dan Tielse muzikanten die zich met elkaar weer verenigen en een soort gelegenheidsbandje formeren. Dus dat is ook weer heel leuk, weet je. Dat is gewoon uniek, want daarna zijn ze gewoon weer hun eigen ding aan het doen. Maar speciaal voor Jazz Tiel gaan ze dan... gewoon van alles dan. Ja, weet je, mensen zijn dan lekker bezig en die zijn enthousiast en die maken andere mensen weer enthousiast. Dus... Ja, dus je kunt in feite iedere dag van de week kun je... Nou, niet iedere dag, want we hebben wel gemerkt toen we dat voorheen in een week deden, hè, dan hadden we bijna elke avond hadden we iets. Ja, dat was te veel. Dat was gewoon te veel. Mensen gaan niet elke avond in de één week ergens toe, dus we hebben het nu meer verspreid. Het is van 29 oktober tot 26 november en dan hebben we vooral in de weekend hebben we dan dingen. We hebben weer huiskamerconcerten bij Nette Diepeveen in de Kerkstraat in huis. En dat is dan weer op een woensdagavond. Maar stel je nou voor dat je daar naartoe zou willen? Hoe regel je dat dan? Nou, we hebben al het hele programma staat sowieso op de website. Dus dan kan je gewoon kijken welke dag wat te doen is. We maken ook nog een timetable. Nou ja, straks komt een magazine overal te liggen. Daar staat ook het hele programma in. En dan kun je op inschrijven of boeken via die website? Of... Ja, je kan, er staat altijd een linkje bij waar je de kaarten kan boeken. Zoals 5 november, dat is dan in de Agnitov, staat gewoon het linkje bij. En dan kom je meteen direct op die pagina waar je de kaarten kan bestellen. Dat is heel simpel. Ja, volgens mij wel. Ja. En als het niet zo is, dan hoor ik het graag. Feedback. Graag. Ja. Want je bent natuurlijk heel druk aan het werk. En dan soms dan is het voor jou simpel, maar voor iemand anders misschien niet. Dus ik hoor dat graag. Maar volgens mij is het allemaal wel goed te doen. En anders kunnen ze altijd even mailen of bellen. Dus, Oké. Nou, dat lijkt me duidelijk. Nou, dit wordt een bijzondere editie. Zijn er nou nog namen waarvan jij denkt, oh, die wil ik ooit nog een keertje hebben? In de 11e? Ja, ik wil graag Van Morrison hebben op mijn festival. Ja. Nou... Ja, daar ga ik heel streven, erg mijn best toch? Van doen. Dus ik wilde het eigenlijk de 10e al, maar dat... Hij zegt, ik vind het wel leuk, maar ik ben een beetje druk, want ik breng net een nieuwe cd uit. Dus dan ben ik druk, dus misschien dan kom ik volgend jaar. Dus ik heb... Houd warm. Ik hou het warm. Ja, hou het warm. Nou, in ieder geval die 5 november, al niet, of dat moet natuurlijk gaan bruisen. Ja, die 5 november moet echt gaan bruisen. En het gaat echt ontzettend leuk worden. Dus ik roep iedereen op die van muziek houdt, kom. Want het is niet alleen maar jazz, het is ook funk. En het is Braziliaanse lekkere muziek. Het is voor elk wat wils. Ja, het is voor ieder wat wils. Dus, goed. Ja. Nou, we gaan het gewoon allemaal volgen en in de gaten houden. En natuurlijk kijken met z'n allen. Ja, en de website, daar is alles op te vinden. Dat is www.jessietiel.nl. Dat vind ik ook wel handig. Kan niet missen. Nee, toch? Nou, nog ontzettend veel succes met de laatste dingetjes van de organisatie. Ja, dankjewel. En goed. Gaan horen hoe het allemaal loopt natuurlijk. Ja, dankjewel. Oké, ook bedankt. Dit was Til aan tafel. Volgende week zijn we er weer. Tot dan.